Yes jongens, daar zijn we weer. 2022, nieuw jaar, nieuwe kansen. En het is 7 januari, vakantie voor mijn werk. En dan ga ik pennen op windkarp. Dat moet altijd goed te doen zijn bij ons in de winter. Een paar duikjes in de buurt. Maar voordat we het gaan doen, gaan we een voertje maken. Stekjes aanvoeren, een tijdje wachten. En dan gaan we met de penning al terug. Maar met wat voor voer dat gaan maken, dat zie je nu. Voertje, een aantal verschillende ingrediënten. Dus ten eerste de Platinum Mix van tijgenuitkoper.nl. Kijk erin. Lekker boekwijd hennep, dat zie ik nog meer graan, kleine tijgenootjes en wat mais in. Ja, dan hebben we hier nog Bully Worm Pellets, dat gaan we er ook bij doen. Je hebt natuurlijk een hele mooie wolk onder water. Nog eens ook de pellets, kijken welke ze is. Oh, dit zijn de Bootworm. Dit zijn de... Nou, moet ik even opzoeken. Uiteraard een beetje grote maïskorrels. En dan als belangrijkste ingrediënt vind ik altijd wel, zeker door de sap en de zoetigheid en de visuele kleur, blikmais. Doe er 2 blikjes in. Ga ik een paar brugstekjes aanvoeren. En dan kan de karpwerker wennen aan het voer. Belangrijk is ook dat je echt het sap mee laat gaan, zodat het lekker in de pellets kan trekken. Waardoor ze sneller oplossen en een grotere smaakexplosie geven. Nog een bukkie. We kunnen het lekker gaan lessen. Let's go. Zo, we zijn bij put 2 gekomen. Beetje drijf aan het water. Dat is echt niet erg. Ja jongens, gewoon een lekker bakkie gehaald door deze chitter van de schee. Hij belde me dat hij wat had, niet normaal. Ja jongens, ik had al 2 miskraren. Ik wilde eigenlijk heel de uitleg op film doen. Maar ik had bijvoorbeeld mijn batterij van mijn kamer aan staan. Oftewel, ik had geen batterij. Dus chitter is er niet kwam. Maar nu is toch de eerste van 2022. Hij zat in zijn staartvaak, dus dat was wel sterk. Kutschepsel. Ja, die zit niet in zijn bek, dat kan je wel zien. Wel lekker kromme toppen, gek. Kromme toppen, niet te stoppen. Hoppa. Kijk eens even, hey. Hebben, lekker. Tik hem aan, ouwe. Yes. Jongens, ook in de winter is het belangrijk altijd eerst of je nat mat maken. Je nat mat maken. Hey. Lekker bezig, Sheriff. En hoe koud is het water? Best wel koud. Het is hier overdag 4 graden of zo, 3 of 4. Ik denk het water dat het 1 of 2 is of zo. Dat is niet warm. Nou jongens, daar is hij dan. De eerste van 2022, we kunnen het nog. Hij voelt echt bizar koud aan. Alsof je gewoon een blok ijs in je handen hebt. Een mooie punt gaan vissen. Zoals ik zei, hij was lekker sterk doordat hij in zijn staart gehaakt had. Ik dacht, nou, het is een grote, ik stel chitter mee. Maar dat maakt niet uit. Ik zal hem even aan de kant laten zien. Hij kwam met 2 korreltjes mais. Voertje heb ik natuurlijk laten zien. En ik heb echt veel kringen gezien en bellen. Dus die vis die zit lekker op het voer. Dus ja, een mooie start van het jaar zou je te zeggen. Dus kijken of we nog een paar bij kunnen vangen. Anders gaat chitten misschien van de week nog. Zeker, zeker. We hebben er toch een mooie video geproduceerd. Hoppakee. Kom maar terug. En dat gaat wow. Nou jongens, de montage is simpel. Pennetje van 1,5 gram tussen 2 stopjes. En dan heb ik op een speldhartje zitten. Zodat je hem makkelijk kan vervangen
of eraf halen tijdens het fietsen, dat het niet beschadigt. Nou, dan heb ik twee rootjes dat eigenlijk het pennetje draagt. Dus dit gewicht is genoeg om de pen rechtop te laten staan. En dan nog één rootje die op de bodem zit. Hij is nu iets naar achter geschoven, maar die zet je altijd op 5 centimeter van de haakpunt. En die staat als het ware staat die zo op de bodem. Als je dan een vis beet krijgt die het maisje pakt, zal die rood omhoog getild worden. Zal de pen plat gaan leggen of wegschieten en dan heb je beet. Dus ja, het is eigenlijk gewoon een 2500ste nylon lijntje. Niks moeilijk mee. Shimano penmootje. Heerlijk sippie. En wat was het hengel ook weer? De Float Reloaded. Van Sol volgens mij. Ik weet niet meer. 3,90 meter. Heerlijk pennetje voor. Heerlijk hengeltje voor het pennen en het korsten. Rokken. Dus dat is meer de struinuitrusting. Verder zoals je ziet. Matje en een schepnet. En meer heb je niet nodig. Huit, wat moet iedereen? We moeten even wakker worden. Nee, we zeiden net van dat het eigenlijk wel leuk is om te vissen. We hebben allebei een windstop gehad, denk ik van ik 4 maanden en Chitten denk ik van 2 maanden. Maar we gaan weer oppakken en we gaan volgend jaar volgens knallen met nieuwe video's. Gaaf plan en goede content. Dus abonneer zeker voor meer. Hoeveel video's is het doel? 40? 50? Nou, dat vind ik wel aardig ambitieus. Okay. Ik zou zeggen 30. 30. Oké, 35. Yes. Zo jongens, tweede stek. Lekker genieten van een bakje koffie. Even kijken hoor. Het hengeltje ligt daar. En het pennetje ligt hier zo. Het is al een tijdje geleden op zich dat ik gevoerd heb, denk ik 1,5 uur geleden. Maar een kwartiertje proberen en dan kijken of het wat ligt. En dan vaak als het binnen die tijd niet iets van een teken van leven is geweest, dan kan je gewoon doorgaan. Dan zitten ze er niet. We gaan het zien. Zo, het was er niks. Dus nu maar weer het volgende duikje. Het begint al wel wat donker te worden. Ik denk dat we nog een half uurtje hebben en dan kan je niks meer zien. Nou, we hebben nog 2 duikjes te gaan. We gaan het gewoon even proberen. Wie weet. Fingers crossed. Zo jongens, het is bij dat ene visje gebleven. 2 aanbeten verspeeld. Misgeslagen zeg maar. En eentje gevangen. Maar op zich een prima score voor de eerste week van januari. Van de week gaan je zien hoe Chit het aanpakt. Of hij meer dan mij weet te vangen. En dan gaat de video natuurlijk vervolgd worden. Veel plezier nog met de rest van de video. Yes. Ja, jongens, een hele goede middag en we zijn weer terug. Ik ga weer verder waar iets gebleven is. Hij had een mooi visje gevangen. En ik ga nu ook eindelijk eens een keertje proberen om mijn eerste karper van 2022 te vangen. Het is nu 16 januari als ik het goed zeg. Dus het zou wel eens tijd zijn. Ik denk een graadje of 4, dus het is nog wel aardig koud. Beach heeft nog wat voer over, maar dat is niet genoeg. Dus ik ga nog wat dingen toevoegen. Zoals deze verse kril. Dat is eigenlijk natuurlijk voedsel. Is helemaal nieuw in de range met tijgenhoutkoop.nl. En dat is eigenlijk natuurlijk voedsel, dus het is de kril. En het is nog bevroren, dus ik ga het even laten ontdooien. Ik voeg denk de helft van het zakje toe. En dan kunnen we weer lekker gaan vissen. Zo jongens, stekje 1 is aangevoerd, je ziet het. Een welbekende duiker die onder een wijk doorloopt. Altijd goede plekjes. Dan ga ik nu nog 3 andere plekjes aanvoeren en dan begin ik hier zo weer met vissen. Dan hoop ik dat de karpers liggen te wachten. Nou jongens, jullie zien het helemaal niet zo heel veel voer. Klein schepje. En die gooi ik dan echt recht voor de put, die daar zo is. En zoals je ziet, mooi hoekje, lekker rustig. Drijft ook wat vuil. Hele goede hotspot om karpers te treffen in de winter. Nou jongens, jullie zien het. We zijn naar het volgende stekje gegaan. Stekje nummer 1 was niks. Het is inmiddels ook begonnen met miseren. Dat is ook minder. Duurt gelukkig maar 10 minuutjes. Maar ja, hier is stekje nummer 2. Weer even een kwartiertje proberen. En
Ja, als het niks wordt, dan stek je nummer 3 en 4. En hopelijk komt er nog een visje uit. Nou, die houden niet op de villen. Ja hoor, kijk eens even. Hey. Op film, dat is mooi. Ik wou eigenlijk net weggaan, jongens. Toen ging die in één keer scherpe pen er vandoor. Dat is lekker. Hoppakee. Prachtig. Wat heerlijk is dat. Moet je eens kijken. Krom de top gaat. Heerlijk, dik en slippy. En een prachtig klein karpertje. Fantastisch. Nou jongens, visie zit in de mat. Wow. Zo jongens, visie zit in het schepnet. Het is helemaal geweldig. Het matje ligt klaar. Het was even nat gemaakt. En het mooie is dat moeders er precies aankomt met een lekker bakkie. Dus die wil even een bakkie brengen, een fotootje maken. En dan ga ik gewoon verder naar het volgende stekje. Jongens, daar is die dan. De eerste van 2022. Het is een superklein visie ook. En hij is druk. Maar ik wilde eigenlijk bijna weggaan van dit stekkie. En toen schoot ik toch een pennetje ervan door. Hij schoot eigenlijk gelijk de put in. Staat mooi op GoPro, de aanbeet. Dus dat is super mooi. En hij is een beetje druk te maken. En hij voelt ijskoud aan. Dus ik vind dat hij weer gewoon terug mag. Eerst is binnen. Hopelijk zo nog een tweede bijvangen. En dan hebben we weer een slaapwachtje pennen achter de rug. Maar wat is er nou beter? Mijn moeder die even een lekker warm bakje kon brengen naar de winvis. Helemaal goud. Die kreeg echt koude klauwen ervan. Die zijn nu weer lekker aan het opwarmen. Helemaal super. Ja jongens, jullie zien het. Het is ineens gaan regenen. De camera die staat daar nog droog. Maar dat vind ik eigenlijk helemaal niks. Ja, alles te veroveren om de eerste karp van het jaar te vangen natuurlijk. Zo jongens, dat was hem weer. Het was weer een geslaagd dagje pennen. Wel maar één visje gevangen en twee keer keihard misgeslagen. Dus dat is wel jammer. Wietse gelukkig ook al een visje gevangen van tevoren. Vond je de video nou leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. Ik hoop dat we weer een mooie inzicht hebben laten zien hoe wij onze karpjes toch met aardig wat gemak kunnen vangen in de winter. En we zien jullie snel weer. Dinsdag 3:30. We gaan weer lekker veel uploaden aankomend jaar. We hadden even een pauzetje gehad, maar komt weer helemaal goed. Tot volgende week.